Hi, mijn naam is Krip Thewes en ik ben hoofdvakdocent muziekproductie bij Volver Sound Academy in Tilburg. En we gaan het vandaag hebben over drie hele interessante stereotechnieken. Voor microfoons natuurlijk. Ja, hi. De eerste stereotechniek die ik graag wil bespreken is de zogenaamde ORTF stereotechniek. Ik heb hier een voorbeeldje gemaakt daarvan. Dat is een uitermate natuurlijk klinkende stereotechniek, omdat het eigenlijk het menselijk hoofd nadoet. Hè? Dus je kunt je voorstellen dat dit de oren zijn van een mens. Er zijn een aantal regeltjes bij de ORTF. Als eerste werkt het het beste met een zogenaamde cardioïde richtingskarakteristiek. Andere regel is dat deze hoek 110 graden moet zijn. Dus 90 en dan nog een beetje. Dat is eigenlijk hoe ik het meestal doe. Je kan dat heel precies gaan nameten natuurlijk. Maar dat kan wel een beetje op het oog. En verder belangrijk is dat deze afstand 17 centimeter is. Want dat is eigenlijk een soort van het gemiddelde, de gemiddelde breedte van het menselijk hoofd. We hebben een opstelling gemaakt in onze opnameruimte. Een van onze docenten, Francis, gaat daar drummen. En wij hebben als overhead microfoons die ORTF geplaatst. En dat willen we je heel graag laten horen. Deze techniek kan ook super goed werken op allerlei instrumenten. Akoestisch gitaar. Ik heb ook wel eens accordeon op deze manier opgenomen. Werkt allemaal super. Heel natuurlijk. Een van mijn favorieten. Hey Francis, zou jij even een stuk kunnen spelen? Yes. Ja, de volgende stereotechniek die ik wil bespreken is de zogenaamde X-ei. De X-ei is ook erg mooi. Het geeft alleen een veel smaller stereobeeld. Wat in sommige gevallen hartstikke goed werkt. Als je dus wel een soort veel concentratie in het midden wil hebben. Kan dit toch op een subtiele manier een mooi stereobeeld geven. Kenmerken van een X-ei is. Je maakt ze met een mic in een cardio configuratie. En de hoek moet 90 graden zijn. En je richt de mics op deze manier op de geluidsbron. Francis gaat weer een stukje spelen. Maar dan nu dus met een X-Y-opstelling. Ja, de laatste stereotechniek die ik jullie wil laten zien is de zogenaamde AB-opstelling. In het Engels wordt het ook wel spaced pair genoemd. En dat is ook precies wat het is. Je hebt voor een spaced pair wel twee microfoonstatieven nodig, omdat ze veel verder uit elkaar staan. Het gevolg is dan ook dat deze stereo-opstelling ook vele malen breder klinkt dan bijvoorbeeld de X-Y-opstelling van daarnet. Voor een AB-opstelling plaats je dus twee mics hoe je dan ook wilt, boven een of richting de geluidsbron. Fantastisch voor drums, dan krijg je echt die hele brede, sterk links-rechts geplaatste cymbals in je stereobeeld. Het nadeel van een AB is wel weer dat alles wat in het midden zit wat wateriger en minder gedefinieerd wordt. AB wordt natuurlijk veruit het meest gebruikt in eigenlijk alle live opstellingen. Zie je eigenlijk toch wel heel vaak die AB stereo opstelling terugkomen. Ook hartstikke mooi, maar ik vind het soms ook een beetje te breed en een beetje overdreven in die zin. Hè? Het heeft ook wel iets onnatuurlijks in die zin. We willen het weer heel graag laten horen. Dus Frans is weer op drums, maar dan nu met een AB-opstelling.
Bedankt voor het kijken. Stel je vragen in de comments. Like, subscribe en tot de volgende Studio Guide.